Ik ben Piet Cox, 81 jaar en oud-medewerker van Brabantia. Ik ben begonnen dus in de productie, als productiemedewerker. En overgegaan dus naar de gereedschapmakerij. En toen overgegaan naar de modelmakerij. Toen naar het ontwerp. En toen heb ik dus ook opleidingen gevolgd om dus het ontwerp dus als mijn hoofdtaak te zien. Ja. Patrice is ons eerste eigen decor. Ik ben daar verantwoordelijk voor geweest, voor het zoeken dus naar een ontwerpster van Patrice. Maar dus de behoefte van een decor op Oranje, dat kwam eigenlijk van de verkoop. We beginnen eigenlijk eerst op een bus, want de bussen waren de grootste aantallen. En dan volgde dus eigenlijk een serie, een kleine serie, waar dat je dus eigenlijk een impact had in de keuken. Dat was drie bussen, een schuiftrommel en een pedaalhebber. Dus allemaal in hetzelfde decor. En dan, als dat eenmaal dus goed aansloeg, dan werd het dus uitgerold over een steeds grotere groep tot 35 items toe. Patrice die is begonnen dus aan het decor. En het eerste decor wat ze maakte, die heette Patrice. Die knipte dus de decors. En dan kreeg je dus vier voorstellen. En die werden dus getest op de showroom. Elke week kwamen er zeker twee bussen met huisvrouwen. Huisvrouwenvereniging uit het land. Die kwamen dus en die werden onthaald met een kopje koffie en een gebakje. En die kregen dus een rondleiding door de fabriek en dus door de showroom. En op het einde van de showroom was dus eigenlijk een testruimte. En daar werd dus gekozen op wie van de vier. Brabantia heeft van, laat zeggen, van 52 tot 2018 nu altijd nog een invloed gehad op mijn doen en laten. Als er een nieuwe artikel uitkomt, dan ben ik nog wel steeds, en ik denk mede met mij ook, dus trots op van wat er komt. Ja.